hoe dat wij, mijn man en ik, hier terechtgekomen zijn, is eigenlijk op aanraden van vrienden die een prachtig uitziend bed gekocht hadden. En ja, die stoefden ook heel erg over dat dat zo'n goed bed was en over de slaapkwaliteit en dat dat juist de matras was die ze nodig hadden. En dan zijn wij ja, en naar hier gekomen en nog naar twee andere winkels. Maar het is eigenlijk op aanraden van vrienden die hier een goede keuze van bed gemaakt hadden. Op het moment dat wij het bed gekocht hadden, was met de rug van mijn man en mijn rug alles in orde. Nu gaan wij op reis. Tijdens de reis krijg ik een verschoven tussenwervel. Wij komen thuis, wij slapen terug op ons oud bed. Een paar weken later wordt ons nieuw bed geleverd. Het was een redelijk zacht bed, waar ik mij vroeger goed bij voelde. En ik lig de eerste nachten in dat zacht bed en dat was totaal, totaal niet goed. De pijn in mijn rug, ja, dat ging in stijgende lijn. Ik heb dan even in paniek naar Werner gebeld en Werner heeft radicaal gezegd, we lossen dat op. Dan zijn ze in eerste instantie begonnen met gratis voor niks, waar ik enorm verwonderd door was, met het schouderstuk te vervangen door een harder stuk. We hebben dan een week geslapen met een nieuw schouderstuk, dat hielp mij nog niet. En toen heeft, ja, terug naar Werner gekomen en toen heeft hij gezegd, kijk, met die... Ja, met die rugklachten. Misschien beter een iets hardere matras. En zij hebben volledig gratis de zachte matras vervangen door een iets hardere matras. En eigenlijk is dat nu perfect gewoon. We hebben de buitenkant behouden. We hebben ook alles van overtrekken behouden. Maar de matras zelf hebben zij vervangen, waar we enorm gelukkig voor zijn. Ik had zelf al gedacht, hoe moeten we die matras in hemelsnaam kwijt? We kunnen dat op internet zetten, we gaan er nooit van afgeraken. Maar Werner heeft er allemaal voor gezorgd en dat is ook de reden waarom ik hier heel graag getuig.